Van Deltel vertrekken we via Dumfries, Nieuw Kamnok, Kilmarnock en via Glasgow naar Bellon. Opvallend weinig verkeer in het stadje Nieuw Kamnok. Even voorbij Glasgow stoppen we voor het uitzicht op de hooggelegen Erskine Bridge, de eerste bridge waar 60 pence tol moest worden betaald. De camping Talitwan ligt in een dal vlakbij het Loch Lomond. Een prachtige en natuurrijke omgeving. In de bus naar Glasgow. Glasgow is een stad waar je best wat energie aan kwijt kan. Tijdens onze sightseeing tour vertelde Nicole Dijkstra, ja, alweer een Schots-Belgische, van alles over de Kleidstad. We komen hier straks op het einde van de rondrit terug en dan kan je meer in detail het plein zelf bekijken. Ook Glasgow kent zijn aartsbisschoppelijke kathedraal. De tweebeukige kerk, gebouwd boven het graf van Sint Mungo, is een bezoek zeker waard. De kerk heeft evenals de stad sterke binding met de zeevaart en kreeg daardoor wellicht het stoere, maar toch gotische karakter. Erg fraai zijn de in hardhout uitgesneden zitbankeinden en de zeearend op de preekstoellessenaar. Al deze afbeeldingen geven een wat krijgshaftige ondertoon aan het interieur van de kerk. In de crypte onder de kerk kunnen ook diensten worden gehouden. Hier vinden we ook het St. Kentigern Gobelin. Voorstellende licht en donker, zomer en winter en zon en maan. De City Chamber aan de St. George Square, met in de gevel veel historische figuren, waaronder Walter Scott en Robert Burns. St. George Square is een van de gezelligste pleinen van Glasgow. Arthur Wellington, groot veldheer en als zodanig deelde hij in Portugal rake klap uit. Maar wat dacht u van hem? Het gouden straatje weerspiegelt de macht en de pracht van de stad. Een stad bezig zichzelf te verjongen. Koningin Victoria, hooggezeten maar stuurloos. We verlaten Bellon via Tarbert, Crianan Laris naar Glencoe. In het horizontale deel van de route bevinden we ons in het Grampian Mountains gebergte, een gebied met vrijwel geen menselijke bewoners. Het blijft overigens fascineren, dat wisselende berglandschap. Iedere bocht geeft een ander uitzicht. Onderweg op een parkeerplaats troffen we deze 2,5 pijpers. Een uur later stonden we kant en klaar op de camping in Glencoe en zagen tot onze verbazing bijna tamme vinken om voedsel bedelen. Voor ons ligt de 675 meter hoge berg Mielmoor met een kleine waterval.
We besloten te gaan klimmen in de hoop op een fraai uitzicht. Onze moeite werd rijkelijk beloond, want net boven de boomgrens hadden we uitzicht op een zijtak van de Lerrochrivier en de camping. S'avonds een wandeling in de omgeving van het Loch Lever. Dit keer met een korte regenbui. Maar ook dan is de lichtval in de Schotse bergen uitzonderlijk mooi. Even boven Fort William is de ingang van de Glen Nevis-vallei. De Ben Nevis is met zijn 1343 meter de hoogste berg van Groot-Brittannië. Zijn top ligt meestal in de wolken, maar ook de uitlopers van de berg zijn interessant genoeg om een klein stukje te beklimmen en zodoende wat dichter bij de waterval te komen. Al klimmende staan we plotseling oog in oog met een gehorend bergschaap. Een stevige tante die vast van plan is haar lam te beschermen. Gelukkig kiezen uiteindelijk moeder en kind het hazenpad en kunnen we onze klim voortzetten. Bij grotere watervallen vind je meestal vochtminnende begroeiing van mossen en varens. Deze waterval stort haar water via een onbereikbare kloof in de rivier Nevis bij Fort William in het Loch Lynn. Opvallend is ook hier de lage waterstand van de rivier. Het Sea Life Centrum van Oban herbergt alle in de Schotse kustwateren voorkomende diersoorten. Daar horen uiteraard ook deze grijze zeehonden of kegelvlekrobben bij, die een lengte van rond de 3 meter kunnen bereiken. Dus groter als de robben bij ons. Het centrum is prachtig ingericht. En de levende haven omvat ook lagere diersoorten, zoals zeeegels en zeesterren. Uitzonderlijk van afmeting zijn de aanwezige zeepalingen. Met hun lengte van 1,50 meter en dikte van 15 centimeter zijn het echte zeemonsters. Ook voor kinderen heeft het centrum veel te bieden. Sterker nog, het is volledig op hun aanwezigheid ingericht. Bij veel aquaria merk je dat er gedacht is aan een goede educatieve uitleg. Een ander voorbeeld van educatieve doelgerichtheid vinden we bij een groot bassin. Hierin zwemmen pijlstaartroggen die speciaal naar de oppervlakte komen om door kinderen geaaid te worden. Op de terugweg zagen we in de buurt van Port Nacroix de resten van Stelke Castle. De ruïne wordt bij hoogwater door de zee omgeven. Sinds 1978 verzorgt deze stalen brug de oeververbinding tussen Bellegoulis Noord en Zuid. Dat betekent een geweldige verbetering voor de verkeersader Oban Fort William.